strakke kopjes bij de HAVO 5 en VWO 6 leerlingen van het Magister Alphinus. In de Snitser Sporthal beginnen zij met de allereerste examens. Probeer het niet al te groot te maken. Als ik het niet haal, is het niet het eind van de wereld. Maar het zou vervelend zijn. Ik word 20 dit jaar en ik wil hier nu toch wel eens weg. Nou ja, 's ochtends goed ontbijten. De dag ervoor alles in mijn tas klaar hebben, eten klaar hebben, zodat ik 's ochtends niet alles hoef te doen. En dan vroeg, nou ja, niet vroeg opstaan, maar wel op tijd opstaan en dan nog gewoon rustig zitten. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs liet witte blier te wijzen met de strengere eersken die dit hier hielden. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde mei je HAVO en VWO nog maar 1-4 velje. Alle andere vakken moeten dan voldoende wijzen, als zakkerst van het examen. Een leerling die gewoon slecht is in één vak, extreem slecht, laten we zeggen 4 voor Engels. Leerling met dyslexie, moeilijk met Engels. En de rest allemaal 7's of 8's, toch gezakt is. En die combinatie van regels maakt het zwaar. Doen mensen tenminste meer hun best. Dan wordt het examen tenminste ook echt serieus genomen en niet van nou dat doe ik wel even. De nieuwe normen zorgen je dus voor extra examenstress. Gewoon neem het al de zwierste examens in je. Maar Lennart en Sohailia, die hebben beide alle vertrouwen in een goede houding. Gewoon goede rapportcijfers gehaald op zich, op wiskunde na. Dus dat is nog even een beetje aftasten. Maar voor de rest sta ik er redelijk voor, wel 6's. Maar allemaal wel goede cijfers op zich, vind ik. Zenuwachtig? Nee, nog niet. Nee. Goed voorbereid, dus het komt wel goed. Eerste uur zit je hier, mag je niet verdwijnen. Dat zal ook niet gebeuren, want jullie gaan je examen ontzettend goed maken. Daar heb je alle tijd hard voor nodig. En na alle verplichte wudden is het om 11:12 dan eindelijk zover. Jullie kunnen nu starten met het examen. Ik doe dit een jaar of 30, maar het blijft altijd even spannend. De examens worden je nog ont woensdag 29 mei. De uitslag volgt dan 2 weken later.